Er is voldoende analyse gemaakt met betrekking tot het financieel en bankair systeem in ons land. We mogen niet voorkomen op de zwarte lijsten, zei president Chandrika Prasad Santokhi dinsdag tijdens een online persconferentie in verband met de CARICOM staatshoofdenconferentie. We hebben voldoende analyse resultaten met betrekking tot onze financiële en bankaire systemen, maar ook naar de verschillende sectoren die onderworpen zijn aan evaluatie. We worden volgend jaar maart geëvalueerd als land. En wij hebben als regering beslist dat wij sterke structuren moeten gaan opzetten. En op agenda staat ook aanstaande vrijdag in de regeringsraad, namelijk de organisatie gaan goedkeuren die belast zal worden met het coördineren, aansturen, monitoren, maar ook uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de implementatie van die zaken die in feite voortgesproten zijn uit die National Risk Assessment, maar ook de zaken die belangrijk zijn bij de evaluatie straks, de mutual evaluation, wat zal plaatsvinden volgend jaar. En wij willen een goede beurt maken als land. Santokhi zegt verder dat hij zelf leiding zal geven aan de onderraad die aansturing zal geven aan het beleid met betrekking tot National Risk Assessment. In de onderraad zitten vanwege hun expertise ook de vicepresident en enkele ministers die nodig zijn voor een goede aansturing van het anti-witwasbeleid. We hebben gevraagd ook aan het parlement om iemand vanuit het parlement ook toe te voegen in het steering committee. Dat is een soort stuurgroep. Waarom? Omdat uit die analyse zal blijken namelijk dat er wetten ontwikkeld moeten worden, dat er wetten gemaakt moeten worden. En wij willen, gelet op de korte termijn die we hebben, naar de evaluatie maart volgend jaar, willen we dat parlement snel betrokken moeten worden. Het staatshoofd zegt dat het ontwikkelen en initiëren van wetten in het parlement heel snel moet kunnen plaatsvinden. Dit zodat de regering en het parlement samen kunnen werken aan wetgeving welke Suriname moet behoeden om op zwarte lijsten terecht te komen.